Wij zijn nou met zo'n 18 deelnemers die in verplaatsbare bakken hun eigen groenten en kruiden en fruit telen. Ja. En er gaat in oktober veel gebeuren daarmee? Dan gaan we het kazernekwartier ontzetten met zaadbommen of zaadblommen. Dat zijn bommetjes waar bloemenzaden in zitten. En die gaan we in de komende tijd, daar zijn we al mee bezig geweest, en in de komende tijd gaan we die onder Venlonaren verspreiden via de zomerparkfeesten. En ze zijn straks ook te koop. En we hebben het al op een paar plekken hebben ze al uitgedeeld. En met die zaadblommen, daar nodigen we iedereen mee uit om op 12 oktober naar het kazernekwartier te komen. En die te komen droppen op bepaalde plaatsen. Waar dan het volgend jaar allemaal bloemen gaan groeien. En daarmee weten mensen welke stukken op het kazernekwartier beschikbaar zijn om zelf met guerrilla gardening aan de slag te gaan. En het ontzet van het kazernekwartier, dat gaat erom dat we een stuk in beslag nemen. Zeg maar. Als burgers zijn, dan pakken we een stuk van het kazernekwartier. En dat maken we van ons. En dan mogen mensen in eerste instantie zaadbommen gooien, zodat straks voor iedereen duidelijk is waar die vrije zones zijn. En het volgend jaar kan iedereen daar zijn dingetjes, of vanaf oktober kan eigenlijk iedereen al daar dingetjes gaan planten die hij daar zelf neer wil zetten. En wil komkommers, salade, aardbeien? Die mogen daar allemaal neergezet worden. Of die daar allemaal meteen kunnen groeien, dat is de vraag. Want veel voedsel vraagt een rijke bodem. En de bodem is in eerste instantie bouwrijp gemaakt. En dat is niet geschikt voor het telen van voedsel. Maar dat kan weer komen. Dus met de guerrilla gardening kun je uitproberen. Moet je niet een hele grote oogst meteen verwachten. Maar je kunt gewoon gaan proberen. En langzaam verbetert die grond ook weer en wordt die steeds geschikter verteeld.